Over ongeveer anderhalve week, dan is het eindelijk zover. Dan zal seizoen 3 van chapter 2 eindelijk gaan starten, als het goed is. En in deze video gaan we het hebben over de grote dingen die gaan veranderen bij deze update. We hebben het natuurlijk al gehad over map changes en de battle pass. Maar nu gaan we wat meer algemeen hebben over grote dingen die dus gaan veranderen. Maar voordat we gaan beginnen wil ik iedereen even vragen om een like te droppen op deze video. Kunnen we de 3000 likes halen? Zou ik super tof vinden als we dat kunnen. Abonneer ook even op de Veelgevraagd met het belletje aan. En ik zou het ook heel tof vinden als iedereen eventjes de supporter creator code te veel gevraagd invult in de Fortnite item shop. Want dan krijgen we namelijk 5% van jouw aankoop. Jawel, seizoen 3 gaat dus binnenkort van start, om precies te zijn volgende week donderdag. Als het niet weer verlengd wordt dit seizoen. Want ja, die kans zit er uiteraard nog steeds in. Dus ik dacht, we moeten het echt even hebben over dus de grote veranderingen. Dus weet je wat? Laten we gewoon maar meteen beginnen met de eerste grote verandering die ik verwacht dat die gaat komen. Dat is namelijk de controller. Ik verwacht dat de controller zoals die nu is, dat die compleet gaat veranderen. Misschien wel dat die helemaal gereworked gaat worden. We zien natuurlijk al de laatste tijd dat Epic Games heel druk bezig is met het veranderen van deze controller. Ze zijn de settings aan het aanpassen van de voornamelijk de aim assist die je erbij hebt. Want ja, aim assist heeft een controller player nou eenmaal nodig. Dat is nou eenmaal zo. Maar hij was veel en veel te sterk. Sterker nog, het was meer een soort van aimbot. En hij wordt al een beetje getweakt. Sterker nog, een paar dagen geleden is hij nog flink genurfd. Maar ik denk dat ze misschien wel de hele, hoe de controller nu werkt, dat ze misschien dat wel helemaal gaan veranderen. We moeten even wachten natuurlijk hoe ze dat gaan doen en of ze het gaan doen. Maar als ze het gaan doen, dan is dat dit seizoen. Oh, wow. Rijden dat nou echt allemaal achter elkaar? Oké. Okay. Laten we doorgaan naar het volgende ding. En dat is namelijk de engine van Fortnite. Jawel. We hebben natuurlijk gezien dat Unreal Engine 6 is aangekondigd. En er is ook al bekendgemaakt dat Unreal Engine 6 pas in 2021 gaat komen in Fortnite. Maar ik verwacht dat ze al wel wat dingetjes gaan implementeren in dit seizoen. We zagen natuurlijk al dat de Chaos Physics System is toegevoegd vorig seizoen. Of nee, volgens mij is zelfs, ja, was dat vorig seizoen? Volgens mij was het vorig seizoen dat kwam. En daar zagen we dus al dat de dingetjes gingen veranderen. Dat zagen we duidelijk bij het Travis Scott event. En dit zijn allemaal dingen die dus in de engine zelf zijn veranderd. En ik verwacht dan ook dat ze daar nu al mee gaan beginnen met misschien wat experimenteren van dingetjes die al uit Unreal Engine 6 komen. Maar ja, we weten dus wel dat die pas helemaal draait op Unreal Engine 6 in 2021. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. En de dingen die aangepast kunnen worden door deze engine zijn bijvoorbeeld events of gameplay of skins. Dat zijn eigenlijk de drie voornaamste dingen die we kunnen verwachten als Unreal Engine dus erin gaat komen. Wat we natuurlijk ook wel misschien wel een beetje kunnen verwachten is een wat mooiere uitziende game. Maar ik verwacht dat dat meer pas gaat komen bij Unreal Engine 6. Laten we doorgaan naar het volgende ding wat hoogstwaarschijnlijk gaat veranderen. Of hoogstwaarschijnlijk, ik verwacht gewoon dat deze überhaupt ooit een keer gaat veranderen. Namelijk de item shop layout. Ik heb het ook vorig seizoen gezegd, toen in seizoen 1, had ik ook een video gemaakt over seizoen 2 grote veranderingen. Toen vertelde ik ook al dat ik verwachtte dat de item shop een nieuwe layout gaat krijgen. Omdat die gewoon, je moet te veel scrollen. Soms staan er zoveel dingen in, al helemaal als er bijvoorbeeld een Star Wars bundle te kopen is. Dan kan je al die dingen apart ook nog kopen. En dan moet je zoveel ver doorscrollen. Het is gewoon niet goed. Tenminste, het is net niet lekker mooi gemaakt. Je kan het veel mooier maken. Misschien door bepaalde tapjes te maken. Of mapjes waar je dingen in kan checken. Dus ik verwacht dat de item shop een nieuwe look gaat krijgen. Maar ja, ik zei het vorige seizoen ook al. Toen was het dus niet gebeurd. Ik hoop dus wel dat dat dit seizoen gaat gebeuren. Want ik denk dat dit wel een van die dingen is die wel mag geüpdate mag worden. Want dit is eigenlijk nooit echt veranderd. Natuurlijk is de stijl wel veranderd. Maar hoe de item shop werkt is niet meer veranderd sinds de release van Fortnite Battle Royale. Dus ik verwacht dat die nog wel veranderd gaat worden. En laten we dan ook gewoon meteen doorgaan naar het volgende ding wat veranderd gaat worden. En van deze weten we dat 100.000% zeker. En deze hebben we ook al een paar keer benoemd in andere video's. Namelijk het thema. Hier kan ik heel kort over zijn, want dit hebben we al vaker benoemd. Het thema gaat waarschijnlijk water en zomer worden. Dus water, omdat natuurlijk alles gaat over stroom hoog, waarschijnlijk. Bij het Doomsday Event, die zaterdag is. Wees erbij om 8 uur. Wij zijn natuurlijk live. En zomer, omdat het natuurlijk, nou ja, je kijkt maar uit het raam waarschijnlijk. Als je nu overdag kijkt, zie je dat er zon schijnt en het is bloedje heet buiten. Of tenminste, het is lekker warm. Dus zomersthema komt er waarschijnlijk aan. Verder gaan we ook nieuwe LTM's krijgen. Beetje zoals we nu de Spy Games hebben gehad. De Spy Games heb ik zelf niet heel veel gespeeld. Maar veel mensen vonden dit echt wel een heel tof iets.
Dus ik verwacht dat we ietszelfde terug gaan krijgen in Season 3. Wat dat precies gaat zijn, dat is de vraag. Het gaat waarschijnlijk geen Spy Games meer heten. Maar de game modes die erin zaten, zoals bijvoorbeeld dat je je payload naar een bepaalde plek moest krijgen. Die game modes gaan we waarschijnlijk gewoon weer terugkrijgen. Of tenminste, dat soort game modes gaan we weer krijgen. En dan in een nieuw jasje, op een andere manier. Ik ben er in ieder geval wel hyped voor. Ondanks dat ik het eigenlijk niet heel erg veel speel. Verder verwacht ik een hele grote verandering bij Party Royale. Ik denk, en dat weet ik niet zeker, hier heb ik geen bewijs voor, maar ik denk dat Party Royale echt een belangrijk ding gaat worden binnen Fortnite. Op dit moment is een Party Royale niet heel erg bijzonder. Je kan een beetje ronddurpen, je kan een beetje rondrijden, je kan een paar minigamepjes doen, zoals voetballen of rondracen met je quad. Dat soort dingen kan je doen. En daarnaast zijn er ook concerten. En ik verwacht dat ze hier veel en veel meer mee gaan doen. Waarom doen ze? Gaan ze dit doen? Gewoon puur om het dat allemaal wat interactiever te maken. We hebben bijvoorbeeld de Battle Pass tab. Die we nu ook al... Dat is op dit moment ook al een soort van in-game dingetje. Het is eigenlijk gewoon een map. De Battle Pass tab waar je doorheen kan vliegen. En ik verwacht dan ook dat we weer zoiets gaan krijgen. Dus dat we de Battle Pass gaan krijgen. Maar dan dat we daar ook echt naartoe kunnen gaan in Party Royale. Dat denk ik. Of tenminste, dat is ook wel iets wat ik hoop. Dat lijkt me super tof. Maar het past wel perfect. Hoe vet zou het zijn als je gewoon een kamer of een ruimte binnen kan lopen. Dus een bepaald gebouw. En dat je daar dan gewoon letterlijk langs je challenges kan lopen. Langs je Battle Pass kan lopen. Hoe ver je bent. Dat je vervolgens bijvoorbeeld langs je soort van Maya skin kan lopen om te kijken hoe die eruit ziet. Mij lijkt het zo vet. En ik denk, het past zo goed dat het haast niet kan dat ze het niet gaan doen binnenkort. Ik weet dus niet zeker of ze dat gaan doen in dit seizoen. Maar het zou gewoon zo goed passen. Daarnaast verwacht ik ook dat er meer concepten zullen gaan komen. Promotiedingetjes zoals nieuwe filmtrailers die er afgespeeld gaan worden. Ik denk echt dat Party Royale mode een belangrijk ding gaat worden voor Season 3 en voor Fortnite in zijn algemeen natuurlijk. Verder, wat gaat veranderen? Of eigenlijk wat er nieuw gaat komen. En dat is de PlayStation 5 en de Xbox Series X. Nou denk je misschien, Dion, van joh, dit is pas in het einde van dit jaar. Dat klopt, daar ben ik helemaal met jullie eens. En het kan zijn dat dit ook pas in seizoen 4 gaat komen. Maar we hebben natuurlijk al gezien dat een seizoen super, super lang kan duren. Dus er is een kans dat aan het einde van seizoen 3... dat we dan de PlayStation 5 en de Xbox Series X hebben. En natuurlijk zullen op deze twee consoles ook, kan je op deze consoles ook Fortnite spelen straks. Dat weet ik. Volgens mij is dat ook al confirmed. Ik had eigenlijk even moeten googlen. Maar ik weet het vrijwel 100% zeker. En wat is hier nou zo bijzonder aan? Nou, consolespelers gaan opeens dan meer FPS krijgen. Mooiere graphics. En misschien dat ze dan ook wel competitief een moeilijk woord. Dat ze dan ook beter gaan worden dan PC-spelers. We zien het nu al met de controller natuurlijk. Maar eigenlijk gaat dat over controllerspelers op PC. Maar het kan dus zijn dat controllerspelers op PlayStation 4 of PlayStation 5 of Xbox Series X, dat die ook heel goed gaan worden. Ik weet het dus niet zeker of dat dit seizoen nog gaat komen. Want voor nu ziet het eruit alsof deze dingen, of deze twee consoles, pas eind dit jaar gaan komen. Dat verwacht ik ergens in november of oktober. Waarom die tijd natuurlijk? Omdat dan kerst komt en Sinterklaas, of nou ja, internationaal is kerst natuurlijk heel groot. En dan worden die consoles vaak weggegeven door ouders aan kinderen. Dus ja, we moeten het even afwachten. Het ligt een beetje aan hoe lang het seizoen gaat duren. Dat weten we nog niet. Dat is trouwens ook iets wat kan veranderen. Het lengte van het seizoen normaal gesproken is dat zo'n 10 weken. Maar dat wordt wel vaker verlengd. Zoals dit seizoen is het ook verlengd met volgens mij 1,5 maand bijna. Dus dat gaat wel iets groots brengen. Dat weet ik vrijwel zeker. Gaan we door naar het laatste ding. En dit ding heb ik ook al benoemd in de vorige keer dat ik deze video heb gemaakt. Namelijk een seizoen 1 over seizoen 2. Namelijk de ticker rate van Fortnite. Die staat, als het goed is, correct me if I'm wrong, op 30 ticks per second. Dus dat houdt in dat de game, laten we zeggen, 30 keer per seconde refresht. Dan heb ik het niet over FPS, maar meer over de connectie, de internetconnectie. Heb ik het trouwens ook niet over ping. Het is een beetje lastig, maar in ieder geval, de tick rate is als het goed is 30 ticks per seconde. En ik verwacht, en ik hoop eigenlijk, dat de tick rate omhoog gaat naar 60, 120, zoiets. Ik kan me voorstellen dat het wat lastig is voor een Battle Royale game, omdat er 100 mensen op een server zitten, als het goed is. Of ongeveer 100 mensen op een server. Dus hoe hoger de tick rate, hoe lastiger het wordt voor de servers dan. Dus
We moeten even afwachten wat het gaat doen. Of ze dit überhaupt gaan veranderen. Maar ik denk dat het wel een goede keuze zal zijn om dit misschien iets op te schroeven. Want ja, 30 tics per seconde is gewoon niet al hoog. Even om je een vergelijking te geven. Call of Duty Warzone zit als het goed is op 50 tics per seconde, 60 tics per seconde ongeveer. Nogmaals, als ik het fout heb, laat me dat zeker weten. Even weten in de reacties. Want ik doe dat nu uit mijn hoofd en ik weet het niet, dus niet 100% zeker. Kan zijn dat ze het veranderd hebben, bijvoorbeeld. Nou, dit was dan ook eigenlijk alles wat ik jullie te melden had. Ik hoop dat jullie deze video super tof vonden. Als jullie dat vonden, drop dan een zeker weten even die like. Abonneer op de veel gevraagd met een belletje aan. Klik op de video's hieronder. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!